Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze excursievlog. Jazeker, we zijn in Overloon bij Militrex. Er worden hier een heleboel Duitse voertuigen tentoongesteld, maar niet alleen maar tentoongesteld. De meeste rijden ook allemaal. Ja, deze hier achter mij dan helaas nog niet. De motor die ligt er nog niet in, maar we konden hem al wel even bekijken. Moet je kijken joh. Ja. Het is dus een Tiger 1 hè? Tiger hè, Tiger, Duitse Tiger 1. Panzer 6. Ja, wel mooi. Wat mij opviel was inderdaad die wielen. Ja, het zijn die stalen wielen. Kijk, je ziet inderdaad, die zijn niet van die rubberen banden zitten daaromheen. En dat komt omdat ze eigenlijk tegen het einde van de oorlog hadden ze in Duitsland niet zoveel rubber meer. Dus ja, werden dus andere oplossingen bedacht. En dat zijn dus die stalen wielen die je ziet. Ik was aan het kijken hoe dit ze vast zit. Weet je dat? Robby staat hier bij me. Robby, jij pech jongen vandaag ja, weer al. Ja, hè? Niet normaal. Ja, maar hij kan hier wel een mooi dingetje vertellen over deze tank. Dus dat vind ik dan weer wel fijn. Maar eerst even over de nashoren. Want die wilden we eigenlijk zien rijden vandaag ook natuurlijk. Hè? Ja, dat was de bedoeling. We hebben gisteren 6 rondjes gereden. En vanmorgen eentje. We waren achter bij de loods en de andere vastbreekt. Oei, dat is vette dus, pech wel. Wel de andere. Maar dus, gelukkig hebben ze hem niet helemaal per totaal gereden tegen een boom deze keer. Nee. We hebben nou voorzichtig genoeg gedaan. Ja. Dat doen we niet nog een keer. We hebben het, hè? Ja, dat is naar. Ja, zo. En we hebben gelukkig gisteren goed kunnen rijden. Niet dat randleen daar. Niet, kom. Nee. Niet slecht. Heel streng meteen, hoor. Dat is de tigerbaas. Zijn is kapot, dus komt er hier in. Ja. Deze is kapot maken. Mooi hoor. Ja. Goeie kerel. Ja, ik zat te kijken naar die wielen en zo. Zijn er konissen of zo die erin getrokken zitten? Zit je daarmee opgespannen? Ja, hier kun je wel zien. Inderdaad, iets van een konis. Ja, dit lijken van die schalen die dit erin zitten. Dit is een los deel. Voor mij zitten hiermee vast. Zijn er geen konissen die erin getrokken worden? Ja, hier kun je hem zien. Hier tussenin, kijk, dan zie je het een beetje. Dus ja, dat is een klonis. Ja. Dat zijn van die schelpen, dat is een beetje dezelfde constructie als de... klemt hier. Ja, inderdaad. Deze buitenste ring is overigens wel los, een beetje verend wel. Hè? Het is wel iets wat dempend, het is niet een massief staal wiel, misschien toch? Door de vormgeving. Maar dit is een los deel. Ja. Dit is eigenlijk meer een T-profiel. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat hij toch iets wat van vering heeft. Zo, maar volgens mij zijn ze origineel uit één stuk. Een nieuwe tracks hier. Ja, deze lijkt me ook een origineel, want die heeft daar nog een treffer. Oh ja. Maar goed, misschien is hij gebroken geweest. Ja. Dus we hebben ook een aantal nieuwe laten maken. Dit is voor het eerst dat ik eigenlijk een echte tiger zie, wist je dat? Bedenk ik me net. Zo. Er waren al mensen die dachten dat dit transporttracks waren. Met cel zat er zo overheen. Ja, maar die zijn veel smaller in transporttracks. Ja, maar daarom cel zat er hier. Oh. Dus het leken hele smalle tracks. Oh, ja. Ja, er zit schaar, wat kun je daar hier aan zien? Deze chevrons die erop zitten, deze blokjes. Ja. Met transporttracks zit hij er niet op. Dus dan zijn zij glad. Ja. Ja, omdat ze voor transport gaan ze ervan uit, dan moet ze natuurlijk op de trein rijden en een beetje op vloer, vloerpot. Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad een mooi dingetje. Voor het transport konden ze dus inderdaad, leggen ze hier dus andere rups op, die smaller zijn. En ook deze gingen er volgens mij ook af. Ja, want de rups wordt ongeveer zo smal. Ja. Hier grijpt de sprocket in, dus er zat hier nog maar een klein stukje. Ja, anders past die niet op de trein. Lomp wel eigenlijk, ja, echt. Toch? Ja. Dus zou je echt zeggen van, denk dan net iets langer na dat daar in ieder geval niet nodig is. Als je een partij gekut, dan moeten die dingen van de trein af. Moeten al die tracks, dan ben je, als je dan, want hoeveel van die dingen konden ze vervoeren op een trein? Ja, misschien wel 40 of zo? Denk dan hoeveel locomotieven je ervoor zet. Ja, dat is waar. Er zijn een paar meer. Maar ja, als je er 40 of misschien wel 100 of zo hebt, dan dat is best gebruikelijk. Ja. Hey, maar dan betekent dat je dus gewoon 200 van die extra tracks moeten hebben dus. Ja, en deze moet je los meenemen. En dan moet je dan nog... Natuurlijk elke bemanning deed natuurlijk zijn eigen tank waarschijnlijk. Ja. Dus dat is wel redelijk snel. De mensen heb je er wel voor. Ja, dat is wel redelijk snel maar gedaan. Als ze bijvoorbeeld onder de hul smaller hadden gemaakt, had het verder naar binnen kunnen. Ja, maar is gek toch? Maar ook logistiek. Want dan moet je dus al die rupsen, die moet je dus weer terugbrengen. Om de volgende lading, want of zou je ze gewoon weg hebben gegooid? Dus gewoon nee, ik denk gewoon dat die trein en dan die trein gaat er nieuwe spullen halen. Ja, inderdaad. En bij de trein blijven. Ja, het blijft nog werk. Echt hè? Zonde. Ja. Typisch Duits. Ja, maar dat is.
Kijk, je kunt allemaal liggen te zeuren over rupsen die te breed zijn en zo en dat soort dingen. Maar laten we gewoon eerlijk zijn, dit is natuurlijk wel gewoon het allerbruutste Duitse voertuig wat er is. Hè? Deze spreekt tot de verbeelding. Hè? Dit is gewoon, iedereen kent de Tiger, toch? Het is zelfs zo gezegd dat de geallieerden, als ze een Duitse tank tegenkwamen, dat ze al heel snel begonnen te roepen dat het een Tiger was. Omdat het eigenlijk de enige was die ze echt heel goed kenden en waar ze wel afgunst van voor hadden natuurlijk ook. Tja. Misschien voor die slinger erin? Nee. Zit het aan de zijkant meestal of niet? Het is hier in het midden die slinger eigenlijk, hè? Zou zomaar kunnen van wel. Bij de Koenigsieger zit hij in het midden. Ah. Als je die Duitse tanks, die kun je starten met zo'n handslinger, zo'n inertia starter. En zoals er meestal wordt uitgelegd, dan zeggen ze van ja, je brengt eigenlijk een groot vliegwiel op toeren. Maar dat is eigenlijk niet waar. Er zit echt een soort startmotor zit erin. Daar zit inderdaad wel een vliegwiel in, maar dat is best een lomp, dik. Ja, stomp staal eigenlijk. En met een hele grote versnelling eigenlijk. Met, volgens mij zijn dat van die planeetstelseltjes die erin zitten ook. Ik heb het nooit gezien hoe het in elkaar zit. Het is echt een startmotor. Zoek het maar op. Want iedereen denkt er zit een groot vliegwiel op de krukas. Dat zou je zeggen, maar dat is helemaal niet. Het is echt gewoon een startmotor die erbij aan zit. Echt maar een overbrenging, want vervolgens trek je een pinnetje uit. Ja, om te koppelen aan de motor. Ja, dus dat is wel... dat zijn die inertia starters. Hoe heet het in Duits ook weer? Swung omlast starter. Oh, ik weet niet, okay. Swung aanlast starter. Zie hier, scharnieren. Omklappen, hè? Om smaller te maken ook. Ja, ik vind het een mooi detail daar. Er zijn twee originele foto's van, eentje in het winter en eentje in de zomer, dat die gebruikt werd. Ja, dan heeft hij bij een van de rommelmarkten gevonden. Echt een originele? Ja. Ja, ik snap dat wel. Weet je hoe fijn dat is? Het ziet er heel lullig uit, maar als je daar heel de tijd met je hoofd buiten zit en je zit in Afrika of zo, man, nou dan ben je daar blij mee hoor. Ja, of flinke regenbui. Ja. Dit is ook wel mooi om te zien. Je wordt steeds minder putjes erin. En voor wordt het weer erger. Hij heeft schijnbaar hier op deze punt in de grond gezeten, dat er geen zuurstof bij kwam. Ja? Ja. Ja. In hoeverre is deze origineel eigenlijk? Is hij echt helemaal samengesteld van heel veel brokstukken? Of ja, hij is wel van meerdere stukken samengesteld, zover ik weet. Maar ik meen wel iets van 70-80% origineel. Zo. Maar echt de enige originele rijende Tiger, die staat natuurlijk bij Bovington. Ja. Ja. Maar dit zou dan de tweede rijende originele worden? Ja, de tweede kunnen worden. Ja. Ja. Zo. Maar hier zitten inderdaad van die borgringen op. Ja, met zo'n, het is geen spiegeltje, maar caravan, een spanbusje erin. Om hem daar te borgen. Maar mocht er zo een nou aflopen, als je dan even daar kijkt, niet loslaten hè Robin? Nee, ik laat het niet. Kijk hier, hier zit dus die plaat. En ja, die kennen we natuurlijk ook van de type 69. Mocht er nou zo'n pen of zo'n bus losgaan en die pennen lopen naar binnen eruit, want ze zitten langs deze kant dus ingeschoven, dan drukt deze die drukt ze er weer terug in. Zie je, kijk joh, hoe kolossaal dit ook allemaal is joh. Dik gewoon die schakels ook zijn. Zie je joh. Echt grof. Dit is dan zo'n mooi punt, hè? Ja. Dat ze er niet doorheen kunnen schieten, dat die afketst. En de rest van de tank is één grote schoenendoos. Ja. Alles recht. Dit is ook wel typisch Duits. Dit is echt, maar dit is volgens mij, ik denk dat die eerste was dit natuurlijk gewoon vlak. Dat zijn van die dingen in Tokio, dat die puntig is. Zodat die kogels afketsen. Dat stuurt. Ja, dus iets, hou je eigenlijk als ontwerper geen rekening mee als je gewend bent om maar gewoon machines te werken. Maar als je aan dit soort apparaten moet gaan ontwerpen, dan moet je dus rekening houden dat er opgeschoten kan worden en dat je daarna ook dingen los moet kunnen schroeven en zo. Als dit zo'n platte kop is en er wordt net opgeschoten, er gebeurt verder niks op dat moment. Behalve dat die kop natuurlijk beschadigd is. Maar ja, ga hem dan maar eens openschroeven met jouw gewone sleutel. Dat gaat niet meer. Dus daarom hebben ze dat zo gedaan om te voorkomen dat die kop mismaakt raken. Zo'n typisch ding wat je altijd ziet, hè, die Duitse voertuigen. Dus inderdaad die C-haak, die wordt gebruikt om te slepen. Ja, er zit een soort van boordje eruit trekken kunnen draaien. Dan kunnen hier dus die schakels inhaken. En op die manier kun je hem borgen. Dan kun je voorkomen dat hij eruit valt op het moment dat je aan het slepen bent. Als de kabel net slap komt of zo en hij valt eruit, is natuurlijk dat is niet zo prettig. Altijd ambitie. Dit zijn wel nieuwe, maar daar heb je nog een originele. Oh ja. Schakel.
Dat is een aantal mensen die hadden ook niet.